Zelfs als je niet kunt tekenen, dan is deze video voor jou geschikt. Hey, in deze video ga ik laten zien hoe je door middel van sketchnotes leerstof 100 keer leuker kan samenvatten dan in alleen woorden. Blijf kijken! Maar wat is nou een sketchnote? Sketchnotes zijn rijke visuele aantekeningen gemaakt door een mix van tekeningetjes, typografie, vormen en visuele elementen zoals lijnen, boksen en pijlen. Om te beginnen heb je nodig een notitieboek, het liefst eentje zonder lijntjes. Vervolgens heb je een fijnlijder nodig, het liefst in het zwart voor je basisteksten en sketchnotes. En ik zelf gebruik meestal dan nog drie basiskleuren. En als laatste gebruik ik een Pro Marker of je kan ook een markeerstift gebruiken. Zelf gebruik ik ook Sharpies in allerlei kleuren en vormen en maten en soorten. Die gebruik ik voor mijn opleiding CMD en die heb ik in het neon, in het glitter en superveel tint in het grijs. Hashtag 50 Shades of Grey. Nou, en waar kun je dan nu sketchnotes voor gebruiken? Nou, 1. Je kan ze gebruiken tijdens het hoorcollege om aantekeningen te maken van de les. Of 2. Je kan ze gebruiken om je tentamenstof samen te vatten om het te kunnen leren. Voordat ik ga vertellen hoe je nou het beste sketchnotes kan maken, zal ik eerst even vertellen wat de voordelen ervan zijn. 1. Als je sketchnotes aan het maken bent, dan ben je ze eigenlijk aan het tekenen. En het is makkelijker om tijdens een hoorcollege te tekenen en te luisteren naar de lesstof, dan dat je woorden aan het opschrijven bent en moet luisteren. Dus tekenen en luisteren gaat beter dan schrijven en luisteren. Voordeel 2. Je wisselt je beide hersenhelften meer, want beelden en woorden zitten allebei in een andere hersenhelft. En doordat je dus nu woorden en beelden combineert, dan wissel je je hersenhelften af. Voordeel nummer 3. Je gebruikt namelijk een bullshit filter. En dat is dat je eigenlijk alleen maar de belangrijkste elementen gaat tekenen, schetsen, sketchnoten opschrijven, verbinden. En de laatste voordeel, voordeel nummer 4. Het is veel leuker om je aantekening van de les of je samenvatting voor een tentamen terug te lezen als het visuele plaatjes heeft en veel minder woorden heeft. Dus je hoeft minder te lezen, je kan meer gewoon kijken, observeren, aanschouwen. Is leuker. Nu ga ik jullie uitleggen hoe je nou dus sketchnotes maakt. Stap 1. Luister naar de lesstof die wordt gegeven en bedenk voor jezelf wat je hiervan wil sketchnoten. Stap 2. Schrijf een paar bullet points op met kernwoorden uit de stof die jij gaat sketchnoten. Stap 3. Teken bij deze kernwoorden of bij deze bullet points visuals die de teksten meer uitleggen of die een vervolg zijn op de informatie. Tek bijvoorbeeld pijlen van het ene woord naar het andere woord, verbind dingen, maak er iets moois grafisch van. Stap 4. Je zal merken dat er op een gegeven moment de docent of de gastspreker snel door de stof heen gaat en dat jij geen tijd meer hebt om meer sketchnotes te maken. Laat dan ruimte over en ga door met het volgende informatiestukje dat jij wil sketchnoten. En stap 5, aan het einde van de les, dan heb je dus allerlei sketchnotes gemaakt. Je hebt soms ruimte over, die kan je dan nu gaan opvullen met andere tekeningetjes om je stof meer duidelijk te maken en zodat het leuk is om terug te lezen. Krijg je nou geen genoeg van deze tips? Ik heb ook nog een video gemaakt met tentamenweek tips, waarin ik ook ASMR uitleg en vertel hoe je dit dan kan toepassen om tot rust te komen in je tentamenweek. Klik hier om die video te zien. En wil je geen video's meer van ons missen, klik dan hier om te abonneren. En dan zeg ik zoals altijd, ciao!